Stella, soezen koken voor een krokamboes en voor een Sint-Honoré. Ja. Het zijn eigenlijk broertjes. De een is een platte soezentaart en de ander is een toren. Ja. Hoe hoger, hoe leuker. Hè? Ik heb voor de krokamboes en voor de Sint-Honoré rustig bakkende soesjes nodig. Daar zit ik altijd al mee te tobben. Maar in de Franse receptenboeken staat het eigenlijk ook wel. Iets minder boter, iets meer bloem. Het beslag stevig houden. Dus niet doorgaan afslappen met eieren. Want hoe meer eieren, hoe wilder. Hè? Dat wil je bij een moorkop en bij een bossenbol. Maar nu niet. Ik heb Constans een filmpje gezien. Dat is trouwens aan te raden om zijn filmpje met ganzen of eendenlever, moes. Zoals hij dat zat te maken, onnavolgbaar. De mooiste amuse die er bestaat. Hij raadt ook het glaasje wijn nog aan wat erbij hoort. Godzijdank is dat geregistreerd, anders was het weg geweest. Hij heeft die soesjes klaar. Dus ik heb gevraagd van Constant, kan je me wat vertellen over de soesjes? Nou, en dan komt er een recept tot achter de komma. Nog veel preciezer als de gemiddelde banketbakker die wij zijn. Hij zegt 60 gram melk, 60 gram water, dat komt allemaal op de site terecht. 2 gram zout, 55 gram boter, dus dat is 10 gram boter minder. 68 gram bloem, dat is weer 10% meer bloem. Mm-hmm. Hè? 2 grote eieren, 125 gram. Eventueel afslappen met warme melk in plaats van ei. En daar komt het. Want bij dit receptje heb je een neiging om de derde ei erbij te gooien. En dan worden ze wild. En dat moet niet. Dus zijn geheim is een beetje afslappen met melk. Dan worden ze rustig. Want melk souffleert niet, ei wel. Okay. 60 gram water, 60 gram melk, 55 gram boter en 2 gram zout. Alsjeblieft. Ja. Zet maar op, gatje krijg je erbij. Smelten. 68 gram bloem, 125 gram ei. Ja, hij heeft gelijk hoor, want je hebt grote en kleine eieren. Dat zouden wij ook eens moeten gaan doen, gewoon het ei wegen. Ja, want je hebt eieren van 50 gram en van 65 gram. Dat is een immens verschil. Het is constant. Maar nu gooi je dan telkens een beetje van het ei erbij. Ja, dat in ieder geval. Ja, precies. Gaat er daar soms ook nog gist doorheen of niet? Nee. Vroeger dan deden ze, om op ei te bezuinigen, een theelepel ammonium erdoorheen. Maar nee, dat moeten we niet doen. En wij gaan ook karamel maken, toch? Straks. Eerst soezen, dan gele room. En dan karamel. Kijk eens, bakpapier. Spuitzak. Als het gaar is, even eraf. Bloem erdoorheen roeren. En dan geleidelijk aan het ei. En dan heb ik hier een klein bekertje melk. Maak ik een beetje warm. Constant zegt de melk moet warm zijn. En dan ga ik het ook doen ook. Ja. Nu hebben jullie ook voor thuis het recept van de soezen. Die bij de amuse van Constant hoort. Die is bij ons een zoete variant en bij hem een hartige. Gaat er dan ook nog suiker overheen en dan met eendenlever? Ja, hij doopt ze in de karamel. Precies hetzelfde als wij, alleen wij doen de gele room in en hij eendenlever met boter luchtig geklopt. Lekker. Bij toeval ontstaan, hij vertelt het. Heel mooi verhaal. Wou je nog wat over die melk vertellen? Dat doe ik straks. Okay. Dit kookt. Neem hem dan maar even af. Ja, dat kan toch. Roeren. Dan de bloem erbij. Nou, je hoeft niet tekeer te gaan als je de bodem er schoon houdt. Heen en weer, ronddraaien. Ja? Ja. Nog even hoor. Hou hem los van de bodem. En mik hem dan in dit schaaltje. Het is lastig. Hij moet gaar zijn. Want anders krijg je verschrikkelijke soezen. Dan drijven ze helemaal uit. Heel veel mensen toppen met het soezenbeslag hoor. Ja. Gooi er maar in.
is helemaal schoon. Ik denk, ik pak een krabbetje. Roer maar even door. Zit er warm dat ding? Geleidelijk aan het ei. Moet dat niet met een spatel? Ja. Dat wordt gedaan. Dat kan met een spatel. Ga je dan niet alle lucht krijgen? Ja, nee. Maar met een gat is het gevaar dat je te veel roert. Maar jij roert nu alleen het ei er doorheen en dat was het. Snap je? Ja. Wil je dat ik het overneem? Ja, je kan het, maar... Nee, het gaat goed. Blijft er in het gat. Geef hem eens lekker even op zijn donder. Zo, ja. Ja, wacht even, kijk, daar kom ik weer. Oh. Ja, dat. Ja. Geef jij het maar even op z'n door. Ja, ik neem het even over, maar je kan het wel, maar jij staat maar te werken en ik sta maar te kijken. Dat sta ik normaal ook al uit. Nee hoor. Kijk, je roert het rustig door elkaar, maar zit het dan door elkaar, dan even. Oh ja. Zie je? Oh ja, moet ik. Kijk, Stella, nu. Dit is spannend. Ja, dat is het echt. Soezebeslag is aan de stevige kant. Je zou hier nu, ik heb het al eerder gezegd, nog een half ei bij willen doen. Maar dat gaan we niet doen. Op aanraden van Constant. Een beetje melk. Een weinig melk. Ik doe een heel klein beetje. Want je kan niet meer terug, hè. Als dit soezebeslag te slap is, ja. Dan worden het van die pannenkoekjes. Dus, nou, ik... Nog een klein beetje. Zo. Nou, hier laat ik het bij. 2 scheutjes melk. We gaan dus samen... Ik spuit er even een paar op. En jij ook even, hè? Ja. Zo. Nou zit het op mijn overhemd. De vorige keer was zat jij onder. Weet je het nog? Ja, maakt niet uit. Doe er even wat voor. Ik weet niet hoeveel. Het moet op 1 plaatje passen. Je ziet dat dit plaatje, dat biertje, wij gebruiken het geregeld. Hè? Ik denk aan dit formaat. Weet je wel, spuiten, stoppen met knijpen en wegvegen. Zie je? Ik schat dat het er een kleine 50 worden, maar ik weet het niet. Dit hebben we niet geoefend. Ze worden ook vrij groot in de oven, hè? Ze gaan altijd uit. Ja, daarom behoorlijke afstand. Denk jij ja. Dat je het verder... Ja. Even straks even... Zo, er zit nu lucht in, sorry. Even mijn overhemd schoonmaken, ga jij maar verder. Op het eind maar een paar iets kleiner. Dat zal je straks zien waarom ik dat zeg. Begin vanaf nu maar kleiner op te spuiten. Okay. Voor de bovenkant van het torentje. Yeah. Snap je? Het is moeilijk dat afdraaien deze. Ja. Ga je het redden? Want, oh, je hebt niet veel meer. Goed. Zie je wel, ik had iets meer afstand kunnen bewaren. En nu nog een stuk of 3 hele kleintjes. Hier kan er nog 1. Ja, heel goed. Misschien hebben we ze niet allemaal nodig, Stella. Nee. En hier nog 1. Ja, het zijn er zo'n 50. Mag in de oven. Oven staat op, dat is ook heel belangrijk, 195. Dat is het verschil met de Nederlandse soezen. Die gaan op 200, 210. Ook, dus niet alleen... Minder ei, maar ook rustiger bakken. Nu komt de grap. Ik weet niet wat er uit de oven komt. Echt niet. Straks zijn ze wild. Dan wordt het wel lachen. Dan nou, ik niet. Ja, want je weet... Nee. Is ook niet erg. Dat niet zegt natuurlijk, dat zeggen ze allemaal constant. Weer nog even 1 keer. Hij zegt, waarom zijn die bakkers nou zo precies? Veel preciezer als koks. Want wij schuiven wat in de oven en we kunnen niet meer terug. En een kok staat...
tot op het eind aan het fornuis staat hij dat sausje, een beetje van dit, een beetje van dat. Nu kan je helemaal niks meer erin en hopen dat het goed gaat. Dat is het verschil. Okay. Ga je gang. 195, ik schat een klein half uurtje. Zo lang? Ja, 20, okay. 25 minuten. We houden hem in. 30 minuten. Ze moeten mooi rond blijven, hè? Ze moeten niet lekker zacht inzakken. Snap je? Ja. Nou, de soezen zijn klaar. 25 minuten, Stella. Op 195 graden. Ja. De laatste 10 minuten heb ik ze op 180 gezet. Want wat willen we nu? Dat ze een mooie kleur hebben, maar dat ze niet inzakken. Ze zijn mooi, maar ze zouden nog rustiger moeten zijn. Om echt mooie, rustige soezen te hebben, moet de stoom ontsnappen. Als ik zo doe, dan ontsnapt de stoom, maar dan stopt die. In de bakkerij blijft die oven natuurlijk gewoon doordraaien. Maar die huishoudovens die zijn ingebouwd, doe je de deur open, stopt die. Wat bedoel je met rustig dan? Ik heb hier twee rustige soesjes, zo wil je ze. En dit zijn twee wilde jongens. Nogmaals, het is geen professionele oven en ik kan geen stoom laten ontsnappen. Anders stopt die. Dus hier doen we het mee en ik ben blij hoor. Constant, dankjewel. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.